Hey, welcome to Life Products. I'm the first one to do this system on the cabinet, on the new toilet system. So please check this out. This very special system I invented. By me, of course. So if you want to see it, if you want to see this system, how I do it, you can see it. It works. Fantastic, there you guys. So see you soon at Life Products. And it tastes good, you guys, the water, so I'm not getting sick. See you later, okay? Yep. Wel niet hebben. So, ik ga hier een stipje doen, zo. Stipje. Ook zo, freestyle. Freestyle, eigenlijk... het plan is veranderd, want er is een ander systeem, maar ik heb een andere oplossing misschien. Dit blijft zo, en dan moet ik hier een T-stukje op doen, en dan komt iets erin op. Stand by. Oké, tot zo. Oké, wat heb je nodig? Ik heb een van 1,12 meter mm buis. Heb je nodig? En ik heb daar twee keer deze gekocht. En dan vind ik Geber het zo wijs hier. Als dat op een foto raak, ja? Wat je nodig hebt. Zo. Dit is gewoon de originele, die T-stuk. En ik heb een kleintje genomen. Die andere was te groot. Ik heb van 30 naar. Heb ik nou 15 centimeter? Is genoeg. Ik dacht eerst te klein was, maar het is. Zeg een T-stuk. Dit is een T-stuk, zo. Nu ga ik het maar. Dan ga ik gewoon lekker in, joh. Oh. Wat is dat nu, guys? Hey. Ja, het werkt, you guys. Haha. Ah, leuk, leuk. Ja. Het werkt. Het gaat nou werken, guys. En dit water, het voelt in de leiding hier af. Gaat hij omhoog. Dus de waterleiding gaat hij omhoog dan. Als het goed is, moet hij laten stoppen, laten we zeggen. Dit gaat stop. Yes. Zit, de Geberit watersysteem hack. Ah, oh, wauw. Haha, cool. Hey, ik heb die buis weer aangesloten. Ik heb een zo'n T-stuk zo. Zo, je kan zien, zo. Ik heb zo heb ik er heen gedaan. Zo. Zo, als het goed is, komt die nu water, komt de flow dat way nu. Ik had liever een buis, maar die buizen kosten duur. Zo. Dus de 60 cent of zoiets kost het hier. Dus alternatief. Hey. Ik heb alles geconnect. Hier moet ik dan een leuk stuk hout maken. Zo, maar dat komt later wel. Zo, maar ik ga hem nu aandoen. Zo, als het goed is, komt het water hier niet uit. Komt hier nu. Ziet? Dat is het einde. Zo, dan gaat hij uit. Ziet? Dan ga ik een flash. Dan gaat hij weer flashen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dat echt cool, man, hier is. Kijk hoor, moet zo uit gaan. Hij is bijna vol. Goed is dit? Cool, hè, jongens. Nu ga ik hem even alles installeren weer. Dit. Je hebt misschien een slangetje, misschien nog beter. Dan komt hij hier zo beneden. Maar nu is het oké. Dit. Er kan niks gebeuren. Ja, ik vind een mooie stijl zo. Zo, ik leg mijn vinger. Hoi, ik heb een stukje afgeknipt. Een stukje afgeknipt. Zo,
Oh ja, ik moest dat dingje omdraaien, maar dus. Goed is weg nu alles. Zie, dat is gestopt. Oh, cool. Dat is goed is. Ja, is een beetje kleiner. Doe de thumbs up voor mij, want het is de allereerste wc-hack van Gebbe, deze systeem. Nooit eerder vertoond op YouTube. Dus ik ben de allereerste die deze systeem te ontwerpen heb. Nou, als je de onderdelen wil hebben, is op het einde van deze video. Laat zien wat je allemaal nodig hebt. Dankjewel voor het kijken en succes met je eigen wc-hack. Dit is Life Polarex saying adios amigos. Oké, dankjewel voor het kijken, dankjewel. En duim op, hè. Oké, dankjewel. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. 'Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this.